Hi, Guido Fox hier. Welkom bij een nieuwe boekbespreking. Ik heb voor jullie dit boek gelezen. Nirvana, The Last Nightmare, Learning to Trust in Life. De Zen Parabels, om jullie wat relaxedheid bij te kunnen dragen in het leven. Wederom geschreven door Osho. Wat heeft deze man toch veel geschreven binnen de spiritualiteit. Ik denk dat het voor iedereen die zich verdiept in de spiritualiteit echt heel belangrijk is om zijn werk te hebben gelezen. Weer 220 pagina's over spiritualiteit en bewustwording, consciousness stijgingen, bewustzijnslevels. En ik wil met jullie... de kern daarvan bespreken. Allereerst is het belangrijk om unconditional acceptance. Osho heeft het over als je meer relaxed wil worden, om alles te accepteren wat er gebeurt in het moment. En dat is ontzettend moeilijk om te doen. Omdat als er iets wat minder leuks gebeurt, er schiet mij iets te binnen. Gisteren was er een agressieve verkeerswoordenwisseling tussen een taxichauffeur en een fietser. En dan is het heel moeilijk om daar niet op te reageren of om dat voorbij te laten gaan. Maar zou je uiteindelijk ook daarin het moeten accepteren? Oké, die mensen hebben even ruzie. En daarna loop ik weer verder en hou ik daar afstand van in mijn hoofd. Maar dit betekent unconditional acceptance. Het accepteren volledig van de situatie. En het laten opnemen en het laten toekomen bij je. Maar het ook weer kunnen loslaten. Maar je kan het alleen maar loslaten als je het ook vastgehouden hebt. Als het ook binnen is gekomen bij je. Dus als je met een muur om jezelf heen loopt, dan komt er altijd niets binnen. En dan hoor je een koud en kil, ijzig konijn. Maar je wil het juist binnen laten komen bij jezelf. En dan ook weer loslaten. Dat is eigenlijk de combinatie unconditional acceptance for life. Voor alles wat er is. En ook nog eens een keer dat loslaten. Zodat je weer open kan staan. Receptive noemt Osho dat. Voor de verdere events die gaan plaatsvinden in jouw leven. Dus unconditional acceptance. En loslaten. En daar is ook geduld voor nodig. Patience beschrijft Osho dat. Je hebt geduld nodig. In je spirituele ontwikkeling voordat je verder gaat spiritueel stijgen. Maar je hebt ook geduld nodig om dat proces van volledige acceptatie van het moment, om dat te gaan accepteren. Dus geduld is gewoon een zaak en dat is ook echt zo. Dus je zal geduld moeten hebben voor dat spirituele proces, maar ook om die volledige acceptatie onder de knie te krijgen. Patience, geduld hebben en niet te snel oordelen over situaties en niet te snel in dat zwart-wit denken schieten. Dus met een bepaalde afstand. Kijken naar de gebeurtenis van oké, die taxichauffeur die was vast bezig druk met bellen of op zijn telefoon aan het kijken op zijn Uber platform en die fietser had haast, hè? Dus ze hebben ook beide een aandeel in dit gebeuren. Ze handelen beide vanuit hun eigen paradigma, hun eigen narrative. Dus daardoor kan je ook met geduld en met een bepaalde afstand kan je kijken naar die situatie en kan je daardoor ook weer beter loslaten.
Omdat je weet waar iedereen zit en omdat je weet waarom iemand handelt zoals diegene handelt. En zo kan je beter je leven vervolgen. Consciousness is zo min mogelijk mind en zoveel mogelijk Amrita Nadi-lijn, zoveel mogelijk chakras in je lichaam openen en daar naartoe gaan. En het is meer spontaniteit en minder westers plannen. En dat weet je waarschijnlijk ook voor jezelf, want we zijn constant aan het plannen, hè, in ons mind, in ons geest. We zijn telkens met de planning bezig en we zijn heel gestrest dat we die planning maar niet halen. En wat Osho schrijft in zijn boek is van we zullen dat planmatige mind veel meer moeten loslaten. Alles komt op zijn tijd, alles komt af op de dag als je maar bewust bent van je lijn, van je chakras, van je extatisch geladen chakras in je lichaam, dan valt alles op zijn plaats. En dat bedoelt Osho met de tuning mind, hè, de berekenende mind. Het telkens maar berekenen wat er gaat gebeuren, het plannen van events, terwijl dat het leven zo onvoorspelbaar is als het maar kan. En dat is ook heel mooi dat het leven onvoorspelbaar is, want dan kunnen er hele mooie spontane dingen gebeuren in het leven. Als je alles plant in je leven, dan gaat op een gegeven moment energie, levensenergie gaat ook stollen op een gegeven moment. En vloeit en floot alles niet door bij jezelf. Dus het is heel erg goed dat het leven onvoorspelbaar is en die mind die daarin werkt, wat meer los te krijgen en je niet telkens met de planning hoeven bezig te houden. De mind is volgens Osho ook een problem-creating mechanism. Ik denk dat heel veel mensen dat bij jullie wel zullen herkennen, dat er heel veel drama is in het leven en dat de mind, dat de hersenen eigenlijk constant op zoek zijn naar problemen in jouw leven. Dus telkens problemen zoeken, drama zoeken, conflicten opzoeken, zodat je daar met je mind mee bezig bent. Ik kwam vandaag een groep met meiden tegen en die waren aan het praten van ja, de ruzie met jongens en op school. Ik woon naast een middelbare school. En daar gaat het dan de hele tijd over. Hè? Dus de mens is zo van jongs af aan bezig met het hebben over drama, met het hebben over ruzie, met gedoe. En hoe hoger je uiteindelijk spiritueel stijgt, hoe meer chakra-openings, hoe minder, hoe irrelevant al die drama-taferelen wordt. En dat heeft dus te maken met het opgeven van je mind. Omdat je mind even kort evolutionair een overlevingsmechanisme is. Dus vroeger moesten we overleven in de jungle en waren er constant problemen en die moesten we snel oplossen. En op het moment dat je verlicht raakt, spiritueel ontwaakt, is dat veel minder nodig. Dus zul je ook veel minder meegaan in drama, verhalen van mensen. Of ja, als je in de kroeg zit en je zit met een paar vrienden en die hebben het over drama in het leven, dan loop je snel weg. Want je hebt gewoon geen zin meer om in die lage bewustzijnslevels mee te gaan. Ik tikte het net al even aan, receptive. Als je eerst unconditional acceptance, het volledig aanvaarden van wat er gebeurt in het moment, en dat met liefde omarmen, want je weet waar het gedrag van de taxichauffeur en van de fietser vandaan kwam,
En daarna het loslaten om daarna weer receptive te zijn. Ja, dus het is dus unconditional acceptance, loslaten en dan weer receptive. En dat betekent openstaan naar de wereld toe. Volledig openstaan in al je kwetsbaarheid. En dat betekent ook intieme kwetsbaarheid. Hè. We leven in een best wel koude wereld, waar we heel huiverig zijn om elkaar ook intiem te worden. Dus omhelzen, seksualiteit. En hoe angstiger zijn voor intimiteit, hoe angstiger we ook zijn voor de dood. En dat is een mooie koppeling naar de coronacrisis. We zijn heel bang voor de dood. En dat heeft ook een link met seksualiteit. Als we veel meer seks zouden beleven, veel meer variëteit zouden hebben, elkaar meer zouden omarmen, gesprekjes met elkaar durven aan te gaan, dan zullen we ook veel minder bang zijn voor de dood. Omdat we daarmee onze kwetsbaarheid tonen. En hoe meer je je kwetsbaarheid toont, hoe meer open, hoe meer je ook in het nu leeft, in het moment leeft, in vreugdevolle periodes die je nu kan hebben, in plaats van telkens na te denken in de toekomst, op het moment dat je doodgaat, of die mind-related planning, dus telkens maar in de toekomst zijn van, oh, ik moet morgen dit nog doen en dat nog doen, en je zit telkens maar in die planningsgeest, ben je maar actief. Wat je merkt ook als je consciousness stijgt, als je chakra's steeds warmer aanvoelen, dat je ook minder gaat praten. Je wordt veel stiller. Ik was al van nature een stille jongen, maar je wordt steeds stiller, omdat het ego telkens maar wil praten. Het ego wil praten en ik ben nu aan het teachen, ik ben een leraar. Dus dan moet ik wel wat zeggen, anders gebeurt er niks. Maar als je in vriendengroep verband bent of met je collega's, dan wil het ego wil telkens praten. En hoe hoger je bewust bent, hoe meer introvert je zal worden, hoe meer je stiller zal worden. En bewustzijn, consciousness. Beweegt zich altijd via stilte. Dat zijn stiltestromen. En dat zijn veel minder stromen die gepaard gaan met praten en hevig schreeuwen en klagerig praten. Waar we het vorige video over gehad hebben, minder klagen en minder zorgen. Dus wat je ziet is dat je stiller zal worden. En meer aan het genieten bent van je innerlijke extatischheid in plaats van je heel erg bezig te gaan houden met de buitenwereld en met alle gesprekken die mensen voeren over nonsens en de lage trillingsfrequenties die uitgaan van de wijze van spreken die mensen hebben. Het is toch vaak, hè, als ik het nieuws opensla of ik kijk tv-programma's, dan is het toch vaak elkaar afkatten, elkaar gelijk krijgen, hè, winnen of verliezen, argumenten. En dat wordt gewoon steeds vermoeiender als je hoger spiritueel begint te kalibreren. Sensitiviteit, omgevingsbewustzijn. Maar ook je inlevingsgevoel in mensen neemt zo ontzettend sterk toe. Je voelt haarfijn aan wat er speelt bij een persoon. Je voelt de omgeving aan. Je ruikt onraad. Je weet waar positieve energie zit, waar negatieve energie zit. Je wordt zo verschrikkelijk sensitief op het moment dat je hoger in je bewustzijn gaat. En ik denk dat dat alleen maar heel erg mooi is om mee te maken. Maar daardoor ben je natuurlijk ook meer kwetsbaar. Maar kwetsbaarheid is ook weer kracht. Zoals ik net ook al heb verteld. Bedankt voor het kijken naar deze video report.
En ik wens jullie allemaal een hele mooie dag toe. Hai hai!